Goedemorgen mensen, ik sta vandaag in Bussum om talent de hele dag te volgen. En ik ga eens even kijken of zij net zo'n ochtendmens is als ik. Een hele goede morgen, Michelle. Ik ben er. Hebben jou al beter? Nou, werd je vanochtend anders wakker dan normaal? Ja, toch wel. Maar ik slaap sowieso al 3 nachten anders dan normaal. Ik word de hele tijd tussendoor wakker dan... Oh, het is al bijna. Ben je wel eens nerveus voor optredens? Ja, altijd. Dat moet je overheen zetten. Zodra ik op het podium sta, dan is het weg. Michelle, is dit wat je aan gaat doen bij je optreden? Ja, ik denk het wel, maar ik wil er wel wat overheen. Want ik vind het nog een beetje kaal zo. Is het tijd om te gaan? Ja, het is tijd om te gaan. Maar ik ben er helemaal niet klaar. Ik moet mijn tanden nog poetsen en mijn tas nog inpakken. En... Stress! Ja. Stress! Rennen, Michelle! Moet je ook die achterste kiezen? Nee. Juist. Bijna klaar hoor. Sorry, ja, dat is goed. Neem je tijd. Dan gaan we maar. Die kant op. Zo. Laten we naar binnen gaan. Ik ga even naar de wc. Zijn er toch de zenuwen? Ja, toch wel. Het is nu al best wel bijna, dus ik begin nu wel toch stiekem wat te voelen. Maar het is toch kalm blijven. Ik zie al iemand loeren. Ik zie al iemand loeren. Misschien is het al bijna tijd. Ik zie ook al bijna zo? Alle kandidaten worden al een beetje weggetrokken. Is dat zo? Ik denk, als ik jou was, zou ik heel snel naar de wc gaan. Oké, ik ga nu naar de wc. Heel snel. Nu. Snel. Ik kies voor Roel. Michelle, eerste reactie. Wauw! Wauw, dat ging echt supergoed. Had je het niet verwacht? Nee, nou niet zo. Dat ze alle 4 omdraaiden. Nee, dat had ik niet verwacht, nee. Ook als ze zeiden dat het echt heel erg goed was. En dat ik een lange carrière in The Voice tegemoet ga zien. En het was allemaal heel positief. High five! Yes! Woo!